Vandaag hebben we echt een urban riding camp opgezet. Echt de crème de la crème, zeg maar, van de urban scene op dit moment. Heel veel nieuw talent. Ook nieuw talent qua producers en schrijvers en nieuwe artiesten ook. De rol van Cloud9 Music is vandaag echt de brug slaan tussen producers, artiesten en schrijvers. Die echt in een sessie krijgen om toffe muziek te maken. Ik denk dat de jonge doelgroep steeds meer ons muziek zijn gaan luisteren. Dus dan heb ik het over met name de urban scene. Ze begrijpen de teksten wat meer, ze begrijpen de tracks wat meer. Ze begrijpen eigenlijk een beetje de nonchalantheid van onze tracks een beetje meer. Ik denk dat nu Nederland een soort van heeft geaccepteerd om naar Nederlandse hip-hop tracks of Nederlandse urban / pop tracks te luisteren. En dat het niet meer zo bekrompen gedacht wordt van we moeten echt alleen maar naar R&B of naar hip-hop tracks uit Amerika luisteren. Het is prachtig om te zien dat dit allemaal aan het gebeuren is. En het is ook nog een eer om een van de mensen te zijn die nu eigenlijk voor de komende 2-3 generaties de deuren aan het openen zijn om eindelijk op 538 en 100% NL en daar en daar en daar te gaan komen. En ja, het is gewoon vet om te zien dat de appreciation zo erg is gegroeid. Ik maak het net zo mee als de fans, om heel eerlijk te zijn. Want een jaar geleden was ik met hele andere dingen bezig dan muziek. Snap je wat ik bedoel? Bij mij is het in één keer pa gegaan. Het is nog geen jaar geleden dat ik een Lehnage releaseerde. En daar is het eigenlijk allemaal voor mij begonnen, snap je? Dus ik ben zelf een van die mensen die opeens van niks naar dat is gegaan. Ik hoop dat ik iets nieuws kan brengen in de scene, zeg maar. Ik ben een jonge jongen en ik denk dat de mensen om mij heen die ook pas net komen kijken ook een hele toffe invloed hebben op de muziekwereld. Dus ja, ik zie het alleen maar positief in de toekomst eigenlijk. Ik vind dat de urban scene in Nederland zo gek aan het groeien is. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik denk dat het op dit moment wel de grootste genre is in Nederland. Op dit moment, voor Nederland. Als je kijkt naar de jongeren op straat, ze luisteren alleen maar urban muziek, wat wij maken, zeg maar.